Goedemiddag, kunt u me allemaal goed horen? Ja, ik heb niet zo'n hele harde stem, wordt mij wel eens verteld. Dus als u denkt van ik praat te snel, dat verwijt krijg ik ook wel eens. Of als ik te zacht praat, steekt u gewoon even uw hand op en dan kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik vind het super spannend, daar wil ik eerst even mee beginnen. Ik sta wel vaker op een podium, maar lezingen geven, dat doe ik niet zo vaak. Wees een beetje lief voor me, zou ik zeggen. Ik wil eerst een beetje vertellen wie ik ben. Nou, mijn naam is Sarah, dat weten we allemaal. Ik kom oorspronkelijk uit België. Daar ben ik geboren, opgegroeid. En toen ik een jaartje of 19 was, toen ben ik naar Nederland gekomen. Eerst voor stage, toen nog een jaartje studeren. En toen ben ik hier blijven hangen. En getrouwd met Roger van Oort. Niet de Roger van Oort die jullie allemaal kennen, maar zijn zoon. Die heet ook Roger. Dus dat zorgt ook nog wel eens voor ingewikkelde situaties. In ieder geval, ik kom dus uit België. En mij wordt dan wel eens verteld van, oh, je hoort het helemaal niet. Dat klopt, ik heb het accent aangeleerd. En dan zeggen mensen wel eens van, nou, ja, maar ik vind dat Belgische accent vind ik zo schattig altijd. Nou, dat vinden Belgen helemaal niet zo leuk om te horen, want wij zijn niet schattig. In ieder geval, ik wil u graag een van de eerste ervaringen met u delen die ik had toen ik in Nederland woonde. Dat was op een verjaardagsfeestje. Het was geen debat over Israël, dat dan weer niet. Het was een debat over politiek. En tot mijn grote verbijstering kwam ik erachter dat, ik denk de 20 mensen die er waren, allemaal Nederlanders, dat die allemaal een mening bleken te hebben over de politieke situatie in het land toen. Het was toen 2002, 2003, was de tijd van Pim Fortuyn, zoals u weet. Iedereen had een mening. En ik dacht van, in België doen wij dat niet zo. Wij hebben niet overal een mening over. En als je al een mening erover hebt, dan wordt die al zeker niet zo breed geëtaleerd zoals dat in Nederland gebeurt. Maar goed, Nederlanders hebben dus overal een mening over. Israëli's hebben volgens mij ook overal een mening over, maar dat is weer een verhaal apart. Maar op het moment dat mensen overal mening over hebben, dan is het dus wel zaak dat je daarin gaat verdiepen. Dat je ook een antwoord hebt op het moment dat mensen vragen hebben. Ik werk inmiddels al bijna 15 jaar bij Christen voor Israël. Ik ben begonnen als secretaresse op de afdeling activiteiten. En ik ben inmiddels nu verantwoordelijk voor de communicatie en media van Christen voor Israël. En als het gaat over communicatie, media, Israël, u hoort hem al aankomen, dan zijn de discussies niet zo heel ver weg. Dus ik heb daar soms door schade en schande in ieder geval wat ervaring in gekregen van wat kun je beter wel zeggen, wat kun je beter niet zeggen in het Israël-debat. En ik was ook eventjes benieuwd naar u allemaal. En misschien kunt u even uw hand opsteken. Heeft u ook wel eens een gesprek gevoerd over Israël met mensen? Een debat, laten we het zo zeggen. Nou, het zijn een heleboel mensen. Kijk, allemaal ervaringsdeskundigen. Niet te vlug. Oké, dank u wel. En dan is mijn tweede vraag. Vinden jullie het soms lastig om Israël te verdedigen in zulke gesprekken? Handen weer. Iets minder. Kijk, nee hoor ik, maar ook wel een heleboel ja. De mensen die nee hebben, die hebben misschien aan het einde weer wat vragen en wat tips. Dus daar komen we dan graag op terug. Maar ik wil het vandaag graag met u hebben, als de techniek een beetje meewerkt, over de do's en de don'ts in het Israël-debat. Dus met andere woorden, wat kun je beter wel doen en wat kun je beter niet doen? En ik kan me voorstellen dat u tijdens deze lezing denkt van, nou, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Dat zou heel goed kunnen en dat is ook prima. Dit zijn weer mijn beschouwingen op wat ik zie gebeuren. En de eerste voorbeelden die ik u ga geven zijn met name voorbeelden die langskomen op de sociale media. Dus die zijn wat scherper geprofileerd dan zeg maar in het dagelijkse leven. Maar het zijn voorbeelden die ik zie langskomen en die ik u graag wil meegeven. Dus ik zou zeggen, als u zegt, interessant, daar kan ik wat mee, dan neemt u het mee naar huis. Als u zegt, daar snap ik helemaal niks van en ik heb er helemaal niks mee, dan kunt u het gewoon lekker laten. Wat ik niet ga doen vandaag, is antwoorden geven op inhoudelijke vragen. Misschien gaat het soms in voorbeelden wel langskomen, maar het Israëlisch-Palestijns conflict is zodanig gecompliceerd dat het eigenlijk onmogelijk is om in anderhalf uur hier antwoorden te gaan geven op alle verwijten, alle vragen die Israël gedaan worden. Maar ik ga dus wel een aantal voorbeelden aan u laten zien uit het dagelijkse leven. En dus er zullen wel wat voorbeelden langskomen. In ieder geval als eerste wil ik u een
deze laten zien. Het is een artikel wat ik gestuurd gekregen heb van mijn collega Arjan. Op het moment dat we wisten dat ik deze lezing zou houden. Hij zei van, deze is wel interessant misschien om mee te beginnen. En dan, zoals u ziet, de titel is Facebook discussie over Gaza ontaart in wederzijds begrip. Nou, dat nodigt in ieder geval uit tot lezen. En het gaat verder. Ik ga niet alles aan u voorlezen, hoor. Dan zijn we namelijk even bezig. Een verhitte discussie op Facebook over de oorlog in Gaza, dat was in 2014, ontaart in wederzijds begrip. En in de volgende sheet, helemaal aan het einde staat, want het gaat over de hele discussie en hoe dat dan precies ging. De discussie kenterde echter langzaam na de 84ste reactie. En toen zei Pepijn, dat is de... die was in discussie met ene Johannes. Die zei van, nou, ik begrijp eigenlijk wel waar je heen wilde. En Johannes zei van, ja, eigenlijk heb jij ook wel een punt. Helaas, dit artikel stond gepubliceerd op De Speld. En De Speld is een satirische website voor de mensen die dat niet weten. Dus eigenlijk klopt het gewoon niet, het bericht. Dus de boodschap van het verhaal is, het is eigenlijk een fabeltje om te geloven dat discussies op Facebook of op sociale media uiteindelijk kunnen eindigen in wederzijds begrip. Nou, het is een beetje misschien een negatief begin van deze presentatie, maar het toont wel een beetje aan of dingen zin hebben, of het zin heeft of u in discussie gaat op Facebook, ja of nee. De opzet van mijn praatje vandaag, van de thematalk, is ten eerste wil ik u een aantal voorbeelden geven van wat je zoal tegenkomt op sociale media. En aan de hand daarvan wil ik gaan analyseren wat er precies aan de hand is, vaak in discussies. Ik wil ook aan de hand daarvan kijken van hoe kunt u nou het beste niet Israël verdedigen en hoe kunt u dat wel doen. Het tweede deel van mijn praatje is hoe we als christenen Israël het beste kunnen verdedigen. En aan het einde heb ik een aantal praktische tips voor u. Dat is eigenlijk gewoon een literatuurlijst met interessante boeken die u goed kunt gebruiken als u zegt van nou, ik wil me daar serieus in gaan verdiepen. We beginnen met wat moet je zeker niet doen in het debat, volgens mij natuurlijk. En ik probeer dat dan eigenlijk een beetje positief te formuleren. Dit is het eerste voorbeeld. Dit is wel een hele aardige, vind ik. Zoals u ziet, als u hem even leest. Nou, wat ziet u eigenlijk als u dit leest? Er staan een hoop spelfouten in, hè? Ja. Nou, let op je spelling. Dat is mijn eerste. Dat is toch een makkelijke, denk ik. Maar het punt is dat als mensen dit gaan plaatsen ergens, of dat ze dit gaan plaatsen, dat het eigenlijk ongeloofwaardig wordt. Gewoon omdat het... Ten eerste moet je 5 keer lezen voordat je begrijpt wat er precies staat. En het streeft een beetje zijn doel voorbij. Dus let op je spelling. Dat is mijn les 1. Les 2. Dat gaat over deze. En als u hem even leest, u hoeft niet alles te lezen hoor, maar wat valt u op in dit plaatje? Huh? De hoofdletters inderdaad, ja. En de boze mannetjes aan het einde. Ja. Nou, wat ik persoonlijk zelf vind, is dat het gebruik van hoofdletters, van uitroeptekens, die zijn er ook in een grote overvloed aanwezig. Het gebruik van die boze mannetjes, die emojis, dat het niet de argumentatie versterkt. Eigenlijk in tegendeel, het komt heel schreeuwerig over en het komt heel emotioneel over en ook ongefundeerd. Dus mijn les in dit plaatje is, hou je emoties in toom. Want je bereikt eigenlijk weer het omgekeerde van wat je eigenlijk wil bereiken. Doordat je het zo schreeuwerig neerzet. En ik wil daar graag een persoonlijk voorbeeldje van geven. Van inmiddels een paar jaar geleden tijdens de Gaza-oorlog. Ik kan me herinneren, want toen kwamen er echt ongeveer elke 5 minuten kwamen de raketten vanuit Gaza op Israël af. Er waren gewonden. Er vielen ook soms doden. En ik was daar heel erg door aangedaan persoonlijk. Dus ik vond het zo onrechtvaardig wat er allemaal gebeurde. En ik vond het zo oneerlijk voor Israël wat er allemaal gebeurde. Plus de berichtgeving in de media die ook niet pro-Israël was. Dus ik kwam thuis bij mijn man, Roger. En ik begon te huilen omdat ik het zo ontzettend gemeen vond. Gewoon wat er aan de hand was. En het raakte me heel erg. Dus de reactie van mijn man, ik zal het nooit vergeten, die zei van ja, waarom zit je nou te huilen? Je kent die mensen toch helemaal niet persoonlijk. En niemand heeft er wat aan als jij hier thuis zit te huilen. Dus ga gewoon
op een rationele manier dingen weerleggen, want daar hebben mensen in ieder geval iets aan. Dus toen dacht ik van, nou, dat is niet de meest empathische reactie die je kan voorstellen. Maar in principe had hij wel een punt natuurlijk, want het feit dat ik emotioneel als christen voor Israël zijnde emotioneel loop te zijn, daar is Israël niet mee geholpen. Dus in die zin, nou goed, ik wilde het u even meegeven. Het is voor mij een beetje een reality check geweest van, je hoeft niet alles heel erg persoonlijk te nemen wat er gebeurt. Uiteraard, Israël gaat ons allemaal aan het hart. Dat begrijp ik heel goed en dat is ook heel goed dat dat zo is. Maar het blijft ook een debat waar je zeg maar op een ja, iets, laten we zeggen, neutraler niveau, dat het makkelijker is om een gesprek te voeren met iemand die het niet met u eens is. Is het nog een beetje te volgen allemaal? Ja? Oké, dan is het goed. Even kijken. Kijk, deze. Dan moeten we met name de onderlijnde stukjes lezen. Dus leer je nou maar eens eerst wat over Palestijnen, voordat Palestijnen bestaan niet. En waarom dacht je dat ze niet bestaan? Volgens de zogenaamde vredelievende Palestijnen, met geld van Nederland, ga er eens zelf naartoe. Dat zijn allemaal reacties op die ene post van die meneer die daarboven staat, of die mevrouw, dat weet ik even niet, die niet zo pro-Israël is en die kritiek heeft op Israël. Nu is het probleem hiermee dat iemand heeft kritiek op Israël en als u hem leest, dan is het gewoon vanuit een oprechte verontwaardiging dat hij kritiek heeft op Israël. En wat is de reactie van die man eronder? Dat is om de hele tijd zeg maar, de ene beschuldiging na de andere tegen die eerste man te gebruiken. Nu is het probleem dat als mensen met heel veel argumenten komen, dat het heel erg moeilijk is om een normaal gesprek met iemand te voeren. Dus mijn pleidooi zou zijn, beter één goed argument in de hand dan 10 in de lucht. Want op die manier kun je gewoon op een volwassen manier één op één zeg maar, met mensen in gesprek gaan. En dan wordt het niet verwijten gooien, stenen gooien over en weer. Maar dan wordt het gewoon een goed gesprek. Voor zover dat kan op Facebook natuurlijk. Discussie is op elkaars argumenten reageren. Vind ik in ieder geval. Dat gebeurt in Facebook discussies zelden tot nooit. En ik heb daar een heel aardig voorbeeld van gevonden. Overigens heb ik niet lang moeten zoeken naar deze voorbeelden. Als je een beetje op Facebook rondkijkt bij berichten over Israël, dan kom je ze constant tegen, dit soort voorbeelden. Ik ga denk ik gelijk naar de volgende sheet. Want wat ziet u gebeuren in dit gesprek? Dus die oranje, die eerste zeg maar, die is tegen Israël zoals je ziet. Die vindt Israël een militaire apartheidstaat vol oorlogsmisdadigers. Die tweede, die probeert Israël te verdedigen. En wat je ziet gebeuren, is dat er eigenlijk twee discussies door elkaar heen worden gemengd hier. Die oranje meneer die zegt, Israël is een militaire apartheidstaat. Dus eigenlijk zegt hij, wat ik daar rechts bij heb geschreven, Israël is zo slecht. En die andere die zegt dan, ja maar andere landen zijn nog veel erger hoor. Nou, en die eerste die gaat er niet op in, maar die zegt, nee, maar Israël is echt heel erg slecht. En die andere zegt weer, ja, maar de Palestijnen, die zijn pas echt heel slecht. En dan zegt de eerste, ja, maar Israël is zo slecht. Dus ze zijn eigenlijk de hele tijd hun eigen boodschap aan het herhalen, in een andere vorm. En ze hebben totaal niet door wat de andere aan het zeggen is. En ze gaan totaal niet op elkaars argumenten in. En zo gaat het heel erg vaak ook met discussies op Facebook, maar ook daarbuiten, dat mensen niet naar elkaar luisteren. Dus mijn pleidooi is, luister naar elkaar en ga op elkaar in voor zover dat kan. Dit is ook weer een hele interessante. Dit is een gesprek waarin de verschillende mensen, en het zijn in dit geval 4 verschillende mensen. Elk persoon heb ik zo'n kleurtje gegeven. Deze is oranje, deze ook, dus dat is 1 persoon. Maar er zijn andere mensen die zich met het gesprek gaan bemoeien. En wat u ziet gebeuren is dat hier, nou ik ga het even aan u vragen, wat ziet u hier gebeuren? Wat wordt hier geciteerd? Dat ziet u misschien wel. Een heleboel bijbelteksten, hè? Ja. Er wordt met bijbelteksten gesmeten, inderdaad. Ja, als een soort van discussietechniek wordt hier de bijbel gebruikt.
om elkaar af te troeven. Daar lijkt het bijna op. En in debattermen heet deze techniek, noem ik hem maar even, de autoriteitsdrogrede. En dat betekent dus niet dat het niet waar is wat die mensen zeggen, want het staat inderdaad allemaal in de Bijbel. Maar de Bijbel wordt eigenlijk gebruikt hier omdat je hem niet kan tegenspreken, want het staat in de Bijbel. Dus ik was even benieuwd, wat vinden jullie van deze manier van met elkaar in gesprek gaan? Ik hoor een beetje gemor uit de zaal komen. Nou, ik kom hier later nog op terug, maar ik neig ernaar om het helemaal met u eens te zijn. Oké, nou, nu wordt het iets minder netjes, want hier is iemand die heel erg gefrustreerd is over Israël. En die vraagt, leiden jullie aan hersenverweking? Ik wist niet dat het bestond, maar kennelijk wel. Nou, dan vraagt de andere weer terug, ben je zelf gehersenspoeld? Dus kennelijk is hersenverweking hersenspoeling. En zegt de ene, nee hoor, ik heb nog een geweten. Maar ter opklaring van de mist in je hersentjes, en zo gaat het maar door. En ik heb hier een beetje een vrij nette discussie nog eruit gehaald, want soms zijn ze veel, veel feller nog en veel gemener. Dus mijn advies zou zijn, hou het netjes. Dus op het moment dat mensen jullie zouden gaan beledigen in een gesprek, dan zou mijn advies zijn dat jullie zeggen van nou, tot zover en niet verder. Als het op die manier moet, dan is het gesprek bij deze ten einde. Heel vaak helaas gaat dat niet zo en laten mensen zich toch verleiden om in een discussie elkaar te gaan overweer te gaan beledigen. Mijn advies zou ook zijn, mocht u overwegen om zulke posts te plaatsen en u denkt van dit is een goed idee, misschien dat u het eventjes aan uw vrouw of aan uw moeder of aan uw man of aan uw vader zou vragen van zal ik dit echt plaatsen? En als zij het ook een goed idee vinden, dan denkt u er nog eens heel diep over na. En dan komt u waarschijnlijk tot de conclusie dat het toch niet zo slim is om dit te plaatsen. In ieder geval, ja, de vraag is ook, mensen gaan zo meestal niet om met elkaar in een gesprek face-to-face. Dus waarom zou je het dan wel doen op sociale media? Goed, dat was een beetje de basis. Nu gaan we een stapje dieper. En we gaan het hebben over framing. En framing is een heel interessant concept wat ik eigenlijk samen met u wil uitwerken vandaag. U ziet dat ik hier een aantal termen heb omcirkeld. Hè? Terroristenstaat, zionisten, schrikbewind, bloed aan haar handen. De Palestijnen worden geruimd, al het land wordt in beslag genomen. U kent waarschijnlijk ook de termen apartheidstaat, de bezetter. Israël pleegt een genocide, ze schenden het internationale recht, ze schenden de mensenrechten. Judea en Samaria wordt consequent de Westbank genoemd, of de bezette gebieden. En inwoners van die Joodse dorpen in Judea en Samaria, dat zijn kolonisten. En de term zionisten was vroeger voor Joden een compliment, een naam waar ze trots op waren. Maar tegenwoordig is het een scheldwoord geworden. Nou, dit wordt framing genoemd. En wat is framing? Framing is eigenlijk een soort beïnvloedingstechniek die wordt gebruikt om een boodschap te voorzien van de gewenste toon. En wat bedoel ik daarmee? Het is de bedoeling van framing om de mening van mensen te beïnvloeden in een bepaalde richting. En ik wil u daar een voorbeeld voor geven, want het klinkt misschien nog een beetje cryptisch zo. Een bekend voorbeeld daarvan is eigenlijk de framing rondom de abortusdiscussie. U weet misschien dat voorstanders van abortus die noemen zichzelf pro-choice. En tegenstanders van abortus die noemen de pro-choice mensen, die noemen ze anti-life. En andersom worden mensen die tegen abortus zijn pro-life genoemd. En die de tegenstander noemen hun dan weer anti-choice of iets dergelijks. Nou, klinkt pro-choice, als we even los van het onderwerp, dat klinkt een stuk positiever natuurlijk dan anti-life. Dus op het moment dat je meegaat in bepaalde terminologie die gebruikt wordt, dan geef je daarmee eigenlijk ook een betekenis aan de dingen die je zegt. En dat gebeurt heel vaak, dat doet in het Israël-debat gebeurt. Deze tactiek wordt heel vaak gebruikt. Momentje. Die wordt heel vaak gebruikt en ook heel consequent gebruikt. Want die termen die ik u net noemde, terroristenstaat, apartheidstaat, zionisten, genocide, dat zijn termen die u ongetwijfeld heel vaak heeft horen langskomen in krantenberichten, in reacties van mensen, in verklaringen. En hoe vaker je dat dan hoort, dat soort termen,
hoe vanzelfsprekender het eigenlijk wordt. En bij mensen werkt het zo dat als je maar vaak genoeg dingen herhaalt, helaas is het zo, als je maar vaak genoeg dingen herhaalt, dan gaan mensen denken van ja, misschien hebben ze wel een punt, want NOS zegt het ook. En de Volkskrant zegt het ook en de NRC zegt het ook. Dus als je het maar vaak genoeg hoort, dan wordt het vanzelf eigenlijk het denkkader waarvan je uitgaat. En ik merk het ook bij mezelf. Als je heel vaak in het nieuws hoort over de Westbank, dan ga je het automatisch ga je dat ook gebruiken. Terwijl het woord Westbank slaat helemaal nergens op, want het westen van de Jordaan-oever. Ze bedoelen met de Westbank bedoelen ze Judea en Samaria. Nou, Samaria is echt een heel gebergte, Judea ook. Dat is helemaal niet een Jordaan-oever. Maar toch ga je eigenlijk mee in dat soort terminologie. En daar zit een gevaar in. Hoe ga je daarmee om? Eigenlijk is dat heel erg lastig. De enige oplossing ervoor is dat je stuk voor stuk die termen gaat ontmaskeren en weerleggen en je eigen termen er tegenover zetten. Maar helaas is de pro-Israël lobby daar nog niet heel erg goed in. Ik wil u graag een aantal voorbeelden laten zien van hoe die framing werkt. En dit is wel een hele heftige. Je moet er gewoon voor googlen op Israël. Als u googelt op Israël, dan komt u automatisch dit soort plaatjes tegen. U ziet de swastika, het hakenkruis. Een soort van vervlochten in de vlag van Israël. Dus hiermee wordt visueel de boodschap meegegeven. Israël is net zo'n schurkenstaat als Nazi-Duitsland. Daaronder staat Greatest Devil, grootste duivel. Dus ja, erger kan het haast niet. Ik bedoel, de duivel is al heel erg, maar de grootste duivel is nog veel erger. En dat in combinatie met zo'n nazi-symbool. En daarboven staat dan Israël Apartheid Week. En hoe vaker die woorden Israël en apartheid in één zin worden gebruikt, hoe meer de mensen gaan geloven dat Israël ook echt een apartheidstaat is. Want het staat er en je ziet het. Je ziet de vlag van Israël een beetje veranderd, maar je ziet hem voor je. Dus dat is een voorbeeld van die framing eigenlijk. Een heleboel soorten van framing in één plaatje vervlochten. Het volgende plaatje heb ik gevonden ook op internet. Als je zoekt op Israël apartheid, dan kom je dit soort fotootjes tegen. En je ziet hier twee wegen. Je ziet hier een Palestijnse weg en een Israëlische weg. En daarboven staat, dit is het apartheidssysteem in Palestina. Dus de boodschap van deze foto. Wat is volgens u de boodschap van deze foto? Ja, Palestijnen moeten wachten. Ze staan daar helemaal aan het einde. Even kijken, ik laat het hier wel even zien. Hier zo. Zie je dan een checkpoint, hè? En dan kunnen ze met heel veel pijn en moeite kunnen ze dan naar de Israëlische kant. De Israëlische weg die is heel mooi en groot en breed en er is niet zo heel veel verkeer. En de Palestijnse weg, dat is een beetje een klein smal weggetje tussen de bosjes. En daar staat alleen maar file. En daarboven staat dan, dit is het apartheidssysteem in Palestina. Nou, het punt met framing is dat het maar één frame, eigenlijk één stukje belicht van wat er echt aan de hand is. Namelijk, hier wordt getoond, heel visueel, dus mensen onthouden dat. Hier wordt getoond dat er een scheiding is tussen Joden en tussen Arabieren. Maar er wordt ook een heleboel niet vermeld in deze foto. En dat is dat die afscheiding en die checkpoints, dat die geplaatst zijn niet uit apartheidsoverwegingen, maar juist vanwege de aanslagen tijdens de Tweede Intifade en ervoor en daarna. En dat sinds die tijd, sinds dat dat hek er is en die muur er is, dat het aantal aanslagen enorm is verminderd. Van 480 aanslagen per jaar tot maar 6 ongeveer per jaar. Maar toch blijft dit beeld hangen bij mensen. En het spreekt meer aan dan die cijfers, waar wij als pro-Israël mensen heel goed in zijn met cijfers en statistieken. Maar dit is een beeld en dat blijft veel makkelijker hangen. En zo wordt het frame eigenlijk bevestigd dat Israël de grote boosdoener is. Ja, ja, precies. Maar het is inderdaad, en daar is deze ook nog heel interessant in. Oké, mijn vraagje aan u, wat ziet u hier gebeuren? Een mooi plaatje heb ik ook op internet gevonden. Wie zijn die kindertjes volgens u, met die knuffelbeer? Palestijnse kindertjes, ja. En u ziet, het zijn hele schattige kindertjes. Nou ja, het is maar een tekeningetje natuurlijk, maar ze zijn heel lief, want ze hebben een knuffelbeer. En ze hebben een ballonnetje in de vorm van een hartje. En er vliegen een heleboel vredesduiven langs.
En die kinderen die staan op een berg van geweren en raketten. En ze worden omringd door een hele hoge muur. En daar staat erbij de 13e Israël Apartheid Week. En ja, u ziet ook die hele mooie zonsondergang, zeg maar, tussen die kindertjes door. Dus het wordt eigenlijk een heel romantisch beeld neergezet. Van dat de kinderen vooral het slachtoffer zijn van de apartheid van Israël. En het gaat dus ook weer compleet voorbij aan het feit dat Palestijnen aanslagen plegen en dat ze Israël van de kaart willen vegen. En je ziet hier ook een andere tactiek, die is iets kleiner. Dat zijn die kleine lettertjes daaronderin. Daar staat in 250 steden wereldwijd, 200 events in Zuid-Afrika. Het wordt gesteund door 85 Zuid-Afrikaanse organisaties in 65 Zuid-Afrikaanse steden, dorpen en universiteiten. Dat is de tactiek van de grote getallen. Want als zoveel universiteiten en als zoveel steden en zoveel dorpen en mensen dit ondersteunen, dan zal er wel iets van waar zijn. Dat is de tactiek die hier wordt gebezigd. Terwijl het een totaal verkeerd frame geeft van wat er eigenlijk in Israël aan de hand is. Ik ga nog even door met deze vrolijke foto's. Hier heb je de apartheidsmuur, zoals die wordt genoemd. Dat is weer het frame wat wordt neergezet. En daar staat een hele mooie graffiti-tekening op van Palestijnen die als een soort van revolutionaire met hun vlaggen als helden en vrijheidsstrijders worden geportretteerd. En het effect van die hele grote muur met die prikkeldraad, die is neergezet door de Israëli's. Met die tekeningen, graffiti is toch een soort teken van revolutie en tegen het establishment. Dat zorgt ervoor dat Palestijnen hier als helden worden neergezet. En dat Israël dus als een soort van de onderdrukker en de boosdoener wordt neergezet. En het feit dat de Palestijnse autoriteit oproept tot een jihad en tot het vermoorden van Joden. En dat terroristen een financiële beloning krijgen als ze Joden vermoorden. En dat kinderen op de scholen geleerd wordt om Joden te vermoorden. Dat zie je allemaal niet terug in deze tekeningen. Het gaat allemaal om de vrijheidsstrijd en om het verzet tegen het establishment. Ik wil graag een voorbeeldje geven. Ik was vorig jaar op bezoek in een VN-school in een vluchtelingenkamp in Oost-Jeruzalem. Dus ik dacht, dat is mijn kans. Ik ga naar die leraren toe, wat een gesprek met die leerkrachten en de directie was erbij. En ik ga vragen, mag ik misschien jullie schoolboekjes zien? Want je hoort altijd dat in die schoolboekjes kinderen worden aangezet tot haat tegen Joden en dat Israël niet op de kaart staat en dergelijke. Dus ik dacht, ik wil het met mijn eigen ogen zien. Dus ik vroeg, mag ik zo'n schoolboekje hebben? En we waren met een groepje mensen daar. Dus ik kreeg een schoolboekje van Engels en van, knutselboekje of iets dergelijks. Maar daar stond natuurlijk niet in wat ik wilde weten. Dus ik vroeg van, ja, heb je ook een boekje over topografie of over geschiedenis en zo? Die hadden ze niet. Dus dat was een beetje jammer. Ik heb ook gevraagd, kunnen jullie hem dan misschien e-mailen of iets dergelijks? Ja, dat kan allemaal wel, zeiden ze. Maar ik heb nooit meer een e-mailtje van ze gehad, helaas. Goed, deze set kaarten. Komt u die bekend voor? Die kent u allemaal, hè? Het gaat over hoe... Het is ook weer een voorbeeld van het framen en van het demoniseren van Israël. U moet maar eens googlen op Israël en dan ethnic cleansing of etnische zuivering. Dat is ook weer zo'n framing. En dan komt u deze kaart in allerlei soorten en vormen en maten tegen. Dit is trouwens een beetje een oude kaart, zie ik, want het laatste kaartje dateert uit 2010, maar in die tijd is er niet meer zo heel veel veranderd. Deze set met kaarten die wordt heel vaak gebruikt door NGO's die anti-Israël zijn, en zelfs door de VN, om te laten zien hoe Israël land inpikt van de Palestijnen. En ze vergeten daarbij te vermelden dat het Palestina van 1946, dat is het eerste kaartje, dat dat Brits mandaatgebied was en dat het dus geen Palestijnse staat was. Ze vergeten ook om erbij te vermelden dat het oorspronkelijke Brits mandaatgebied, als we van dit kaartje uitgaan, veel groter was en dat Jordanië daarbij hoorde. Er valt nog een heleboel meer te vertellen over deze kaarten, maar in ieder geval de boodschap van deze kaartjes is dat Israël, wat eerst zeg maar alleen deze paar stippeltjes waren, steeds meer land inpikt van de Palestijnen en dat er eigenlijk een soort van etnische zuivering plaatsvindt, dat Palestijnen vermoord worden en dat in plaats daarvan Israël dat land inpikt.
Dat is natuurlijk helemaal niet zo, want het grootste deel in 1946 van dit land was helemaal niet bewoond. Er wordt wel geclaimd dat dat van de Palestijnen was, maar in de praktijk was het zo dat er niemand woonde. Dus in die zin zijn die kaartjes, ze geven een heel verkeerd beeld van de realiteit. Je kan er ook hele andere kaartjes bij zetten. Maar de anti-Israël organisaties gebruiken deze serie kaartjes om te laten zien hoe gemeen Israël is en hoeveel land ze inpikken van de Palestijnen. Wat is het effect van die framing? Eén van de effecten. Deze foto die is gemaakt afgelopen zondag. U weet dat de week ervoor was die aanslag in Christchurch, waar 42 mensen zijn vermoord in twee moskeeën. En afgelopen zondag was er een vredesdemonstratie op de Dam, naar aanleiding van die aanslagen. En er stonden, u ziet al de Palestijnse vlaggen heel erg hoog erbovenuit stonden. Er stonden een 50-tal pro-Palestina-demonstranten tussen het publiek. En ik heb een aantal rode kringetjes gezet op die foto. Ik weet niet of u het goed kunt zien, want het is een beetje licht. Maar in ieder geval, iedereen, alle mensen hier kijken onze kant op, zeg maar, vanaf de foto gezien. De foto is gemaakt vanaf het podium. En die vier mannetjes die ik heb omcirkeld, kijken precies de andere kant op. En wanneer denkt u dat deze foto is gemaakt? Ja, tijdens de toespraak van solidariteit van op Rabijn Jacobs is deze foto gemaakt. En deze mensen vonden het nodig dat op het moment dat Rabijn Jacobs zijn solidariteit uitte met de moslimgemeenschap, om zich dan demonstratief om te draaien als pro-Palestina demonstranten, om te laten zien dat ze tegen Israël zijn. Dus de framing die hier eigenlijk aan de hand is dat alle Joden Israël vertegenwoordigen. Want Rabijn Jacobs is nog Nederlandser dan ik. Hij heeft wel de Nederlandse nationaliteit, ik niet. En toch wordt hij daar neergezet als de grote boosdoener Israël. En het onthult eigenlijk naar mijn mening de hele donkere, duistere identiteit of het duistere gezicht van die anti-Israël lobby. Dat is namelijk dat ze zeggen dat Joden geen recht hebben op het land en dat ze dus eigenlijk Joden haten. Waarmee ik dus niet zeg dat je geen kritiek op Israël zou mogen hebben en dat je dan een antisemiet zou zijn, verre van dat. Maar dit is wel een effect wat er gebeurt en wat gewoon elke dag in Nederland en daarbuiten gebeurt de laatste tijd. Is het nog een beetje te volgen? Goed zo. Deze. Dit ging over. Deze oranje meneer is iemand die kritiek heeft op Israël. En die zegt: ach ja, er waren in de Tweede Wereldoorlog ook veel mensen die pal achter de nazi stonden. En later zeiden ze dat ze het niet geweten hebben. Die optie heb jij niet. Deze uitspraak die wordt ook wel de wet van Godwin genoemd. En dat is een begrip op het internet. Die wet van Godwin houdt in dat bij elke discussie die blijft doorgaan, elke discussie, vroeg of laat uiteindelijk de Holocaust als argument erbij wordt gehaald. En als het over Israël gaat, is dat meestal vroeger dan later. En waarom is dat zo? De reden is dat ieder weldenkend mens is het erover eens dat de Holocaust zo ongeveer het ergste is geweest wat in onze recente geschiedenis is gebeurd. Dus als je iets vergelijkt met de Holocaust, of met nazi's, of met jodenvervolging, of met alles wat daarbij hoort, dan zeg je dus eigenlijk dat het vergelijkbaar is met het ergste wat er ooit is gebeurd. Dus de consequentie daarvan is dat je 1, daarmee de Holocaust bagatelliseert. En 2, dat je een ongelijke vergelijking maakt. Want de vergelijking, deze wet van Godwin, die komt zo vaak voor. Je moet er maar eens op letten als je op internet gaat rondstruinen. Op internetfora waar gediscussieerd wordt. Er wordt zo vaak de Holocaust bijgehaald dat daardoor zeg maar, de Holocaust vrij onbelangrijk lijkt te worden. Of ja, je kan bijna alles met de Holocaust vergelijken. En ik zou zeggen, doe dat niet. Kijk er maar uit. Je moet niet alles met de Holocaust vergelijken. Je moet uitkijken met de antisemitismekaart, zoals die wel eens wordt genoemd. Niet gelijk iemand voor antisemiet uit gaan schelden. Maar je kan er wel naar refereren uiteindelijk. Even kijken. Deze. Dus niet doen, die Holocaust-vergelijking. Tenzij je echt parallellen ziet, bijvoorbeeld met opkomend jodenhaat. Dat mag je natuurlijk wel benoemen en bekritiseren.
Maar de Holocaust als argument, dat adviseer ik jullie om dat zoveel mogelijk te vermijden. Deze. De VN is een kliek van de duivel. Wie is er allemaal mee eens? Het is vrij ongenuanceerd, hoor ik hier. Dat ben ik misschien wel een beetje met u eens. En het punt is dat het ook niet bedoelt, het bouwt niet echt op. En op het moment dat je dit leest als anti-Israël persoon, dan ga je niet denken van, goh, die heeft wel een punt, zeg. Ja, het is wel een kliek van de duivel. Dus probeer niet alleen jezelf te overtuigen, maar probeer juist de anderen te overtuigen. En dit is een gevalletje van pure frustratie, want het... nou ja, goed, ik begrijp het heel goed dat je dan gefrustreerd bent en denkt, ik moet het gewoon kwijt en dan knal je het op Facebook. Maar je bereikt er niet mee wat je eigenlijk wil en dat is de anderen overtuigen. De autoriteitsdrogreden. Ik heb hem daar straks al eventjes genoemd in dat voorbeeld van de Bijbel. Maar hier wordt hij weer op een andere manier gebruikt. Kunt u het een beetje lezen? Ja, het is niet allemaal even groot, maar in ieder geval... Het gaat over hoe Israël het internationale recht schendt. Dat ze de meest basis mensenrechten van de Palestijnen schenden. Dat er bezetting is en dat iedereen het er wel over eens is. Dat Israël in alle opzichten het internationale recht schendt. En als je kijkt naar het nieuws, bijvoorbeeld afgelopen week was er in Genève die bijeenkomst van de VN Mensenrechtenraad, waar ook weer allemaal moties tegen Israël zijn aangenomen, dan ga je inderdaad wel denken van ja, als de VN zo vaak Israël veroordeelt, dan zal er wel iets van waar zijn, toch? Tenminste, zo denken de meeste mensen. En het is eigenlijk het meest gehoorde en het slechts onderbouwde argument in het Israël-debat, dat Israël het internationale recht schendt. Het wordt verder niet onderbouwd of slecht onderbouwd. Heeft u misschien nog meer voorbeelden daarvan, van in uw eigen ervaring, dat mensen dat tegen u zeiden? Blijft helemaal stil. Nou, dat Israël het internationaal recht schendt. Heeft u dat wel eens gehoord of niet? Of komt het echt compleet onbekend voor? Oh. Ja? Ja, de... Ja? Nou, wat ik vooral zeg is dat er bizar veel aandacht voor is. En dat als je ziet dat de VN in ieder geval een vast agendapunt heeft om Israël te bespreken en wat er allemaal aan de hand is. En dat er van de moties die vorige week in de VN zijn aangenomen, volgens mij waren het 15 moties. En daarvan waren er 7 tegen Israël. Terwijl je ziet wat er in de hele wereld aan de hand is. Dan vind ik dat in ieder geval zeg maar een onevenredige verdeling van de aandacht van de VN. Er is zelfs een aparte organisatie opgericht door de VN, dat is de UNRWA, die speciaal zeg maar voor de Palestijnse vluchtelingen steun geeft, zowel in Judea en Samaria als ook in Libanon, in Syrië, waar Palestijnse vluchtelingen zitten. Dus als mensen met zo'n argumentatie komen, dan is mijn vraag altijd terug van welk deel van het internationale recht schenden ze precies? Of waar staat het en wat staat er precies? En wat is er gebeurd? En kun je dat onderbouwen met feiten? Dus in ieder geval, waarmee ik dus niet wil zeggen dat er in Israël helemaal niks gebeurt gecorrigeerd of hoe zeg ik dat beter... Dat Israël een heilig boontje is, helemaal niet. Het zijn net mensen, maar daarmee moet je het ook niet goed praten natuurlijk. Kijk, dingen moeten goed onderzocht worden. Dat ben ik helemaal met meneer eens. En als er misstanden zijn, dan moeten die rechtgezet worden. Maar mensen zijn wel heel makkelijk geworden in het naschreeuwen van elkaar. Van Israël schendt het humanitaire recht, Israël schendt het internationale recht. En mijn pleidooi is dan, vraag dan eens door. Dus dat in ieder geval voor dit punt. Even kijken hoor. De computer is een beetje langzaam. De douche. Wat moet je wel doen? Ten eerste denk ik dat het goed is om je feiten paraat te houden. Dus het checken van feiten. Dus niet zomaar dingen delen of dingen aannemen als je niet zeker weet dat het betrouwbaar is.
En dat geldt eigenlijk voor alle soorten informatie die u tot zich neemt. Zowel, u kunt wel zeggen, ik zou hier kunnen zeggen van nou, alle informatie die wij als Christen voor Israël aan u doorgeven, die is sowieso betrouwbaar. Maar daar moet u niet van uitgaan. U moet zelfs zeg maar, de informatie waarvan u denkt, van die vinden wij betrouwbaar of goed, altijd controleren met de feiten. Wat is er nou echt gebeurd en wat is er echt aan de hand? En dat geldt dus voor nieuwsberichten, dat geldt over rapporten, dat geldt over berichtjes die u misschien van vrienden hebt doorgekregen, dat geldt voor foto's zoals u heeft gezien. Dus hou uw feiten paraat en check het met wat er echt aan de hand is. En dat is in het geval van Israël natuurlijk niet altijd zo makkelijk, omdat het zo'n verschrikkelijk gecompliceerd conflict is. Dus probeer betrouwbare en verschillende bronnen te gebruiken. Ik zou zeggen zelfs niet alleen pro-Israël bronnen, maar ook de anderen, zodat u weet wat er gezegd wordt en wat er geschreven wordt. En verdiep u in de stof. Lees boeken bijvoorbeeld over van verschillende schrijvers over verschillende thema's. En wees ook op de hoogte van de actualiteit en wat er gebeurt. Discussies van gisteren die zijn vandaag vaak alweer vergeten. Dus het is een heleboel huiswerk wat ik u hiermee geef, want het is ongeveer het meest gecompliceerde conflict wat we met elkaar hebben. En iedereen heeft er een mening over. Maar het is wel belangrijk om precies, als u dan het gesprek aandurft met mensen, om precies te weten waar het over gaat. Meneer. Ja. Dat je wel op je aangenomen wordt en of je wel wil werken. Hetzelfde heb je in de discussie ook. Je weet, dit minuut krijg je die strijd win. Ja. En waar ligt het dan aan, meneer? Dan zou ik het tijdperk zo daar doen. Zou ik gewoon zeggen, lekker stoppen met die discussie. Niemand praat. Waar ligt het dan aan dat u dat weet? Waar ligt het dan aan dat u dat weet? En dan kun je heel makkelijk zeggen van nou, daar heb je trek in de discussie. De Heer zorgt dat het... Ja, ik kom daar later nog op terug, want ik vind het wel een interessant punt. Maar ik ben nog niet zo ervaren, dus ik ga niet switchen tussen mijn verhaal. Sorry daarvoor. In ieder geval, dus zorg dat je je feiten paraat hebt. En ik heb hier een heel aardig voorbeeldje gevonden. Dat commentaar daarboven, daar staat, het is niet in 1984 begonnen. Maar die meneer die heeft even een typfout gemaakt. Hij bedoelde eigenlijk 1948, het ontstaan van Israël. Dus die commentator daaronder, die zei waarschijnlijk bedoel je niet 84, maar 48. Geeft niet hoor. Maar het geeft eigenlijk stiekem wel, want je maakt jezelf behoorlijk ongeloofwaardig als je dat soort fouten maakt. Aan de andere kant is het ook geen ramp. Fouten maken is menselijk natuurlijk. Maar probeer je feiten wel goed op te schrijven, goed te onderbouwen en dan kom je daarmee toch het verste. Choose your battles. Ik bedien nu gelijk op uw wenken, meneer. Kies de discussies waaraan je wil meedoen. Sommige discussies zijn zinloos. Sterker nog, het is soms ook verstandiger om niet in discussie te gaan met bepaalde mensen. Alleen al om het feit dat je anders knettergek wordt als je op elke discussie moet ingaan. De criteria, zeg maar, om te bepalen of het goed is om in een discussie in te gaan, die zijn lastig, want je houdt van Israël, dus je wil Israël verdedigen en je probeert dat toch op een zo positief mogelijke manier te doen. En je probeert zoveel mogelijk mensen te overtuigen en je wil ze toch laten zien wat wij allemaal zo mooi vinden aan Israël. Maar soms is het toch slimmer om dat niet te doen, omdat het geen zin heeft. En bij mij is heel vaak een manier om dat te ontdekken, of die persoon tegenover je ook bereid is om in een één-op-één gesprek heel rustig het gesprek te voeren, in plaats van met een hele groep mensen eromheen. En als mensen daar niet toe bereid zijn, dan is het wat mij betreft duidelijk dat die mensen het eigenlijk alleen maar doen om aandacht te krijgen van alle mensen om zich heen. Op het moment dat mensen bereid zijn om één-op-één in gesprek te gaan, dan denk ik van dan zijn ze ook bereid om te luisteren en goed te argumenteren, meestal. Maar dat is misschien wel een interessante om mee te nemen als u zegt van mensen willen echt in discussie met u gaan in een hele groep. Dat u zegt van zullen we even apart gaan zitten en het er even over hebben. En dan, nou goed, die werkt voor mij wel. Wie probeer je te overtuigen? Dat is ook de vraag.
En dat sluit daar een beetje bij aan. Zijn het die mensen die er allemaal omheen staan, die allemaal meeluisteren? Of is het echt de persoon die tegenover je staat? En als u bijvoorbeeld een interview zou geven, ik weet niet of u dat wel eens doet, maar als u een interview zou geven, dan probeert u niet de journalist tegenover u te overtuigen, want die zit daar gewoon als objectieve vragensteller. Maar u probeert de boodschap mee te geven aan de mensen die kijken. En daarbij is altijd de allerbelangrijkste om in gedachten te houden, altijd vriendelijk blijven, ondanks alle vragen of alle gemeenigheid die u misschien over u heen zou krijgen. Dus altijd vriendelijk blijven. Het wordt lastiger als je opponent een van die tactieken gaat gebruiken die we zojuist hebben gezien. Zoals het framen bijvoorbeeld, het gebruiken van zo'n autoriteitsdrogreden. Wat je dan doet is dat herkennen en het benoemen en jouw verhaal er tegenover zetten. Het is trouwens ook wel een beetje een kwestie van oefenen. Ik kan me voorstellen dat dit een beetje een technisch verhaal soms lijkt. Maar het is heel interessant om te analyseren, zeg maar, hoe een gesprek verloopt en wat voor manieren er worden gebruikt door mensen om een punt te maken. En op het moment dat u dat herkent, dan kunt u er ook meer mee omgaan en ook meer in rust mee omgaan, in plaats van te denken van ja, maar ik vind het anders. Dus het is heel goed om dingen te herkennen en te analyseren en dat ook te benoemen in een gesprek. Kies vooral het persoonlijke gesprek. Nou, dat heb ik zojuist al verteld. Daar ben ik heel erg zelf voorstander van, omdat ik het de meest normale manier vind van discussiëren met elkaar. Dat je gewoon één op één een gesprek voert. We hebben natuurlijk vorige week alle debatten gezien rondom de verkiezingen. En dan zie je dat mensen niet... Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld, ik geloof Jesse Klaver en die mevrouw van de SP, die stonden tegenover elkaar. Maar ze gingen helemaal niet op elkaar in. Ze zaten alleen maar te praten voor de bühne, alleen voor de mensen die luisterden. En dan krijg je helemaal geen discussie. Je krijgt gewoon een soort vertoon van, moet je kijken hoe goed wij het kunnen uitleggen en hoe mooi onze standpunten zijn. Maar dat is geen discussie. Echte discussie vindt volgens mij meestal plaats in een één-op-één gesprek. Kun je het gesprek niet aan? Denk je van tevoren van, ah, dit gaat niet goed komen. Die persoon tegenover me, dat gaat niet lukken. Dan adviseer ik u om het gesprek ook niet aan te gaan. Tenzij u denkt van, nou, ik kan het wel, dan kunt u het beter wel doen. Blijf bij je boodschap, heb ik erop geschreven. Omdat het in het gesprek over Israël heel vaak alle kanten opvliegt. Hè? U weet misschien nog het voorbeeld wat ik eerder heb gegeven, waar 5 verwijten werden gemaakt in 1 reactie. Probeer rustig te blijven, probeer bij je boodschap te blijven en niet 100 boodschappen in 1 verhaal te verweven of iets dergelijks. Dus soms wil je tegenstander je ook in een bepaalde richting dwingen. Kom dan rustig en vriendelijk weer terug op je eigen verhaal. En blijf vriendelijk, maar die had ik al gezegd. Neem kritiek serieus als de vraagsteller serieus is. Dus daar hoort eigenlijk automatisch ook bij, op het moment dat je ziet dat je opponent niet serieus is, dat hij er alleen maar op uit is om je uit je tent te lokken, dan hoef je er ook niet op in te gaan en hoef je er ook geen energie aan te besteden. Deze. Het is geen schande om dingen niet te weten, maar liever wel natuurlijk. Maar ik wil u daarvan een voorbeeld geven. Ik was vorig jaar in Israël. En toen hadden we een dag gepland met een aantal mensen, waaronder de directeur van Oxfam. Dat is de country director van Oxfam in Israël. Op een gegeven moment zat ik mee in de auto en dan had ik een hele discussie over hoe Israël toch wel echt een apartheidstaat is. Dus ik zette daar mooi mijn eigen verhaal tegenover, dat ik daar toch een hele andere visie op heb. En hij kwam met voorbeelden dat er in Israël aparte bussen zijn voor Joden en voor Palestijnen. Ik zei, nou, ik ben in de tram geweest en in de bus. Ik zie gewoon Joden en Arabieren door elkaar heen zitten. De enige plekken waar ik het niet zie is in Bethlehem, want daar komen geen Joden. Maar dat bedoelde hij niet helemaal. En toen zei hij, en dat vond ik heel apart op dat moment, hij zei van, ja, wist je dat er in de Knesset, het Israëlische parlement, dat er een kwotum is op het aantal Arabische Knessetleden. Dus dat er maximaal maar 10 Arabische Knessetleden mogen gekozen worden, op een totaal van 120. Omdat de Joden niet willen dat de Arabieren meer invloed krijgen in de Knesset.
Dus ja, ik stond even met mijn mond vol tanden, want ik wist dat niet. Ik heb niet zo heel veel verstand van de politiek in Israël. Dus ik zei van, nou ja, dit heb ik nog nooit gehoord, maar ik kan me niet voorstellen dat het waar is. Ik ga het uitzoeken. Dus ik heb het achteraf uitgezocht. Het bleek een broodje-aap-verhaal te zijn. Want uiteindelijk zijn er 18 Arabieren die in de Knesset zitten. En er is helemaal niet een kwotum. Ik heb toen ook gedacht, ik ga het niet alleen checken bij mijn Israëlische bronnen. Maar ik heb toen ook met de Nederlandse ambassade in Tel Aviv contact opgenomen. En gevraagd van, hoe zit dat? Is er inderdaad een kwotum, ja of nee? En die zeiden van, nee hoor, daar hebben we nooit van gehoord. Dat is lariekoek, daar klopt helemaal niks van. Dus ik heb die meneer vervolgens een mailtje gestuurd. En ik heb gezegd van, nou, ik heb het achteraf gecheckt. En ik heb het zelf nog nagezocht en het klopt niet. En ik heb daar ook nog bij geschreven van dat het mij vrij link lijkt eigenlijk, om het even in mijn woorden te zeggen, om verkeerde informatie te verspreiden zonder dat je gaat checken of het ook echt klopt. Dit was zijn antwoord. Ik ben blij dat je de quota-informatie hebt gecheckt. We moeten voorkomen dat foute informatie de wereld in wordt geslingerd. En iemand heeft mij de informatie over de quota gegeven. Ik heb het nooit nagekeken. Dat heb ik inmiddels wel gedaan. En je hebt gelijk, er is geen kwotum. En nou goed, hij biedt zijn excuses aan. Dat vond ik heel netjes van hem. En hij zei van, hij was fout geïnformeerd. Wijze les daaruit, check je informatie altijd. Altijd. Dat was in ieder geval de les die ik toen heb geleerd. En hij schreef er ook nog bij van, ik vond het bezoek inspirerend en ook moeilijk, want we leken bijna vanuit andere werelden te komen. Ik denk dat hij daar een heel goed punt te pakken had. Hij woonde in Oost-Jeruzalem. Het kantoor van Oxfam zit ook in Oost-Jeruzalem. Ze werken eigenlijk alleen maar met Arabieren. Dus ze krijgen eigenlijk alleen maar één kant van het verhaal te horen. Ze werken in Judea en Samaria. Ze krijgen één kant van het verhaal te horen en ze hebben gewoon geen contact met de Israëlische kant. Nee, Nederlander is hij. Ja. Kijk, en dat wordt Christen voor Israël ook wel eens verweten, hè? Dat wij alleen maar naar de Israëlische kant gaan en dat wij ook eenzijdig zijn. En ja, in zekere zin zijn we natuurlijk ook eenzijdig, want we houden van Israël vanuit de Bijbel. Maar ik ben altijd heel erg groot voorstander van beide kanten te gaan bezoeken. Ook mensen waarmee je het misschien ideologisch of politiek gezien niet eens bent. Maar ga wel met ze praten. Zorg dat het gesprek in stand blijft. En ik denk dat je zo veel meer kunt leren, zeg maar, van wat er werkelijk aan de hand is, dan wanneer je telkens maar één kant hoort. In ieder geval, voor deze meneer was dat een reality check en ik heb af en toe nog e-mailcontact met hem. Maar ik denk dat dit wel een aardig voorbeeldje is om te laten zien hoe het soms kan gaan en hoe soms een verkeerde manier van informeren zo'n impact kan hebben. Ik hoop trouwens dat hij dit niet al 100 keer tegen andere mensen heeft gezegd die het niet hebben gecheckt, maar dat weet je niet. Leidt discussie wel eens tot een verandering van mening? Nou, op sociale media, daar ben ik vrij negatief in. Ik denk niet dat je de illusie moet hebben dat mensen op Facebook en zo snel overtuigd zullen worden. Het zijn eerder oeverloze en eindeloze discussies die totaal langs elkaar heen gaan. Dat getuigen een beetje de voorbeelden die u heeft gezien. Nou, waar en hoe dan wel? Ik denk dat het belangrijkste is om het gesprek te voeren in vriendschap en in wederzijds respect. Ik ben een paar jaar geleden met een fotograaf naar Israël geweest die heel erg kritisch was op Israël. En we hebben beide kanten gezien, overal foto's gemaakt en hij heeft ook gezien hoe mooi het land is. En we hebben gesprekken gevoerd, discussies tot diep in de nacht soms over Israël. En op een gegeven moment zijn we er ook... Ja, het werd een beetje vermoeiend, laat ik het eerlijk zeggen. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, zullen we nu gewoon een leuke tijd hebben en gewoon niet al te veel discussiëren. Dus toen hebben we puntje 2 gedaan, we hebben agree to disagree. We zijn het er over eens geworden dat we het er niet over eens zullen worden. Maar het aardige is dat op een gegeven moment, nou ja goed, je hebt alle gesprekken gevoerd, je hebt alle argumenten gehad. Je bent het nog niet met elkaar eens. Maar we vonden elkaar gewoon wel, ja, leuk. Niet leuk, maar leuk, weet je wel. We konden goed met elkaar opschieten. En dat is nog steeds zo. En het aardige is dat je dan toch ziet dat, ja, dat hij meer begrip heeft gekregen voor mijn standpunten. Dat ik ook begrip heb voor zijn standpunten. Dat Israël echt niet alles goed doet. En dat je daardoor toch juist door die persoonlijke relatie nader tot elkaar komt. En dat je op die manier, zeg maar, elkaar op een hele andere manier kunt overtuigen van elkaars gelijk. Mijn volgende punt, zorg dat je niet bekend komt te staan als een Israël-fanatiekeling.
Heeft u daar wel eens last van? Het is lastig, hè? Want waar het hart vol van is, daar enzovoort. Ik was een keertje met een aantal journalisten in Israël. En dat zijn meestal hele volle dagen. En er wordt mij wel eens verweten dat ik die reizen altijd veel te vol plan. Want dan begin ik om 7:00 's ochtends. En dan komen we om 22:00 's avonds terug in het hotel of in het huisje. En dan volgende ochtend weer. Maar in ieder geval, het zijn altijd volle dagen. Maar na zo'n dag, dan ben je ook wel een beetje op. Dus toen zaten we nog eventjes op een bankje, zeg maar, met een glaasje wijn, Israëlische wijn. En dan begon er weer iemand te discussiëren over iets, over internationaal recht. Dus toen zei ik van, zullen we het nu even ergens anders over hebben? En toen moesten ze allemaal keihard lachen. En toen zei een van die journalisten van, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Dat jij niet degene bent die de hele tijd het Israëlgesprek zit aan te zwengelen, maar dat je ook soms over andere dingen kan praten. Dus ik zou je willen adviseren allemaal, hoe vol u allemaal bent van Israël, heel erg goed. Maar doe het met mate, want mensen kunnen er soms ook wel een beetje Israëlmoe van worden. En dat willen we toch ook allemaal niet. Nou, sommige mensen wel hoor, dat kan ik u verzekeren. Sommige mensen zijn het spuugzat. Zijn er ook, die noemen het Israël-fekkers. Ja, ook dat. Ja, of dat wij Israël-gekkies zijn, dat werd ook wel gezegd. Dus ja, dat is toch een beetje het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. En ik ben het met u eens. Kijk, ik vind Israël ook helemaal top en ik kan er uren over praten. Maar sommige mensen die zijn het gewoon een beetje moe. Daar moeten we ook een beetje rekening mee houden dat niet iedereen het zo ziet zoals u het ziet. En dat is ook prima. En dan zeggen we ook, we agree to disagree. Zo werkt het ook. Even kijken. Ik ben niet gewend om zoveel achter elkaar te praten. Grenzen aangeven, dat is nog wel een leuke. Oké. Ik hou van voorbeeldjes hoor. Ik hoop dat u het ook leuk vindt. Anders gaat u gewoon op uw telefoon een beetje Facebook of zo. Mag ook. Maar in ieder geval, ik was met Joël Voor de Wind in Israël. En op een gegeven moment hadden we een gesprek met allemaal Palestijnse leiders. Uit Judea en Samaria, dus uit dat gebied en uit Oost-Jeruzalem. En we hadden een etentje ergens in Jeruzalem. En op een gegeven moment, het was echt het meest bizarre gesprek wat ik ooit heb meegemaakt, denk ik. Want ze gingen allemaal proberen om Joël te overtuigen dat Israël toch echt wel de boosdoener is. En dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren tegen Palestijnen. En dat het dus echt heel erg is, laat ik het even zo zeggen. Dus Joël, ik weet niet of u hem wel eens heeft gehoord in een debat, maar ik heb die avond diep respect gekregen over hoe hij met 8 mensen tegelijk kan debatteren en toch blijven glimlachen, blijven structuur houden en zeggen, even stil en nu mag jij en dit en dat. Dus hij was helemaal in het element. Tot op één moment, één persoon zei tegen hem van ja, omdat er toen een paar jaar geleden een paar Joden zijn vermoord, zitten wij nu met gebakken peren als Palestijnen? Zijn ze dus nu naar hier gekomen? Hebben ze ons land ingepikt? En hebben wij nu de problemen? Dus Joël die zei van, wacht even. Je bedoelt dat er toen tijdens de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord? Dus die man zei van, ja, 6 miljoen. Het kan ook 600.000 of 60.000 zijn, dat weten we allemaal niet. Dus toen werd het stil. En toen zei Joël van, weet je, als je de Holocaust gaat ontkennen, dan is het gesprek nu afgelopen. En die man die bond meteen in, die zei, nee, sorry, zo heb ik het niet bedoeld, dit en dat. Grenzen aangeven. Dus op het moment dat je zegt van, dit kan gewoon niet, je wordt beledigd bijvoorbeeld, vind ik ook een goeie, Holocaust wordt ontkend, grenzen aangeven, afkappen. Hè? En dan, ja, dat maakt jezelf ook serieuzer als gesprekspartner. Want als je daarop ingaat en je gaat dan discussiëren of de Holocaust wel of niet heeft plaatsgevonden, dan is het weer een heel ander gesprek geworden. Dus, grenzen aangeven. Het beste voorbeeld. Ik dacht, ik kan u wel allemaal voorbeelden geven van hoe ik het doe, maar ik ben niet het beste voorbeeld. Ik wil graag wat voorbeelden uit de Bijbel aan u voorleggen, waarin staat hoe Jezus in gesprek gaat met zijn opponenten. En op een gegeven moment kwam ik op dat idee van eens kijken hoe Jezus dat aanpakte in de evangelie. En je ziet eigenlijk dat hij
best wel een aantal verschillende methodes heeft om met mensen om te gaan, om met mensen in gesprek te gaan, of juist niet in gesprek te gaan. Dus ik geef u deze voorbeelden mee. Ik ben niet een theoloog zoals Jaap, maar ik geef u gewoon een aantal voorbeelden mee die ik mooi vind en die waardoor u misschien ook wel inspiratie kunt krijgen in uw gesprekken over Israël. Dit is het eerste voorbeeld. Dit staat, dat kunt u waarschijnlijk niet lezen, dat staat in Johannes 8, vers 6. Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. En toen zij bleven vragen, dat ging over, volgens mij, die vrouw, de overspelige vrouw, hè? Toen zei hij, wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. Maar het gaat mij even om dat hij met zijn vinger op de grond schreef. En dan heb je in bijbelstudies allemaal vragen, wat schreef hij dan precies? Maar het gaat me er eventjes over dat hij op dat moment niet in discussie ging met die mensen, maar dat hij op de grond schreef. Wat denkt u dat Jezus daarmee bereikte, dat hij dus niet die discussie aanging? Over emoties? Ja, die mens met emoties. Uh-huh. Ja. Ja, dat hij zijn eigen rust gaf. Ja, dat hij rustig maar daardoor door de stilte zijn eigen antwoord gaf, ja. Met die vraag natuurlijk erachter van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar ik denk dat het soms inderdaad verstandig kan zijn om niet te discussiëren, maar om stil te zijn. Dat is het eerste voorbeeld. De tweede, die is wat actiever. Dat gaat over toen Jezus in de tempel kwam en dat hij al de verkopers zag die de duiven aan het verkopen waren, geldwisselaars. En toen keerde hij al die tafels om. Nou, dat is best fanatiek, zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij erachteraan, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal zijn voor alle volken, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. Dus ja, dit zou je kunnen toepassen. Ik zeg niet dat u nu allemaal tafels moet gaan omgooien natuurlijk. Maar je ziet zeg maar dat op het moment dat de heiligheid van God in het geding is, dat Jezus daar heel fel op reageert. En dat hij daar dus op een bestraffende manier eigenlijk de mensen tot de orde roept. Ja, het is zo klein. Markus 11, vers 15. Markus 11, vers 15. Dan krijg je deze. Vind ik ook een hele mooie. Die staat in Markus 11, vers 29. Jezus zeide tot hen, ik zal u één vraag stellen. Geeft u mij daarop het antwoord en dan zal ik u zeggen, puntje, puntje, puntje. Dat ging over de vraag krachtens welke bevoegdheid Jezus werkt. En zijn antwoord was dus van, doopte Johannes met water of met de Heilige Geest, toch Jaap? En daar hadden mensen geen antwoord op, want ze waren eigenlijk, het was een soort valstrik waarin ze Jezus wilden leiden. Daar hadden ze geen antwoord op en dan zegt hij van, nou, als jullie dat niet willen antwoorden, dan zal ik jullie ook niet antwoorden, het antwoord op jullie vraag. Dus in ieder geval van een wedervraag stellen, dat is ook een goed Joods gebruik natuurlijk, om zo de verkeerde bedoelingen van mensen te ontmaskeren. Dat is heel lastig hoor, ik weet niet of u dat kan, maar in ieder geval het stellen van wedervragen, dat is altijd een hele goede, vind ik. Verhalen om dingen te verduidelijken, en daar zijn er zoveel van in de Bijbel, alle gelijkenissen natuurlijk. Maar wat ik u daarover wil meegeven is dat de kracht van verhalen vertellen die je zelf hebt meegemaakt. Ik heb u zelf natuurlijk vandaag ook al een heleboel verhalen verteld. Ik hoop dat het dan een beetje meer voor u gaat leven, dat u dan denkt van, oh ja, dit is echt zeg maar uit het dagelijkse leven gegrepen. Dus ik wil u allemaal adviseren, ga naar Israël, ga het met uw eigen ogen zien. Het is ook gewoon een leuk land om heen te gaan. Maar wees ook niet bang om met mensen te spreken die pro-Israël zijn, maar ook van de andere kant zijn. Dat u gewoon beide kanten van het verhaal hoort. Dat u mensen hoort met wie u niet eens bent, dat is prima. Ga luisteren. Misschien hebben ze ook wel hele mooie, wijze dingen en goede dingen te vertellen. Misschien kunt u wel heel veel van die mensen leren. Daar ben ik van overtuigd. Dus verhalen om dingen te verduidelijken, de gelijkenissen die Jezus vertelt in de Bijbel, die echt gegrepen zijn uit het dagelijkse leven. Ik hoop dat u daar ook een voorbeeld aan kunt geven. Dan, en deze had ik u al beloofd, eerder.
Dit is het einde. Dit is in Matteüs 4, vers 20, geloof ik. Oh, sorry, 10. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, puntje, puntje, puntje. Dit vindt plaats in de woestijn, waar Jezus door de duivel werd verzocht. En we hebben het eerder gehad over die discussies, hè, waar mensen zaten te gooien met bijbelteksten. Zo zou je kunnen zeggen van, nou, ik doe het naar een goed voorbeeld, want Jezus deed het ook met de duivel in de woestijn. Dus waarom zou ik het dan niet mogen doen als ik een discussie heb met mensen? Jezus kon deze discussie winnen omdat hij de Bijbel heel goed kende. En de duivel die gebruikte bijbelteksten die uit hun verband waren gerukt, die uit hun context waren gehaald. En Jezus antwoordde hem totdat de duivel uiteindelijk afdruipt. En eerder zagen jullie dus die discussie op Facebook, waar eigenlijk globaal gesproken iets soortgelijks plaatsvond, namelijk dat er met bijbelteksten werd gegooid. Persoonlijk denk ik dat er één groot verschil is met andere discussies. Dat is namelijk, dit was niet een gesprek van Jezus met een mens, maar dit was een gesprek van Jezus met de duivel, met Satan. Het was zijn persoonlijke strijd in de woestijn. En daarom denk ik dus dat je deze manier van argumenteren niet zomaar mag toepassen in allerlei discussies. Want ik vind het zelf persoonlijk een beetje neigen naar het ijdel gebruik van Gods woord. Dus ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Aan de andere kant is het wel heel goed om je Bijbel te kennen, dat als het echt een gesprek is wat je met iemand voert over Gods woord en wat staat er precies, dat je wel weet ongeveer wat er in de Bijbel staat. Zeg, ja. Ja. Van de 10 gevallen worden er 8 uit zijn verband getrokken. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling ervan. Klopt, ja. Nee, daarom echt wees er voorzichtig mee. Dat is ook mijn pleidooi, inderdaad. Dat. Dat is wel een ander verschil. Dat Jezus die geeft, spreekt vanuit de geest van de woorden. Ja. En de Bijbelteksten gebruiken, dat is wel letter. Goed punt. Absoluut. Ik zal het even herhalen, dat Jezus die spreekt vanuit de geest van het woord. En het smijten of het gooien van bijbelteksten, dat is meer vanuit de letter van het woord. Dat vind ik een hele goede aanvulling, dank u wel. Hier nog een ander voorbeeldje. Even kijken wat het ook weer was. Oh ja, de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, vers 10. Dus die vrouw, Jezus vraagt haar of ze wat te drinken voor hem heeft. En die vrouw die roept, ja maar ik ben Samaritaanse. Dus met andere woorden, jullie Joden willen toch helemaal niks met ons te maken hebben. En dan zegt Jezus, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En dan zie je eigenlijk wat ik dan als titel erbij heb gezegd, van het alledaagse naar het geestelijke. Het gaat over iets heel bazaals, zoals het drinken van water. En Jezus trekt het eigenlijk door naar de ware betekenis van het water, dus het levende water wat een gave is van God. Dus dat vond ik ook wel mooi om u mee te geven. Niet om concreet te zeggen van nou in dit debat moet u het zo doen en moet u het gaan vergeestelijken en dergelijke. Maar wel om stil te staan bij waar het echt om gaat. Het gaat niet om de basale discussies van wel eens niet eens en wie heeft er gelijk. Maar uiteindelijk gaat het om wat is Gods plan met deze wereld en hoe gebruikt hij ons daarin en hoe gebruikt hij Israël daarin en waar gaat het uiteindelijk allemaal naartoe. Dus van het alledaagse naar het geestelijke. Uiteindelijk wil ik, want ik kom al een beetje bij het einde van mijn praatje. Hoe zit het met de tijd eigenlijk? Oh, echt? Ik wil u een bemoediging meegeven. Vanochtend bedacht ik, want ik had mijn presentatie helemaal voorbereid. Ik dacht van, het eindigt zo streng. Dus ik wil u graag een bemoediging meegeven. En dat is dat eigenlijk ook een advies dat ik u adviseer als u weet dat u zo'n gesprek zult ingaan met iemand die het niet met u eens is. En ik weet niet of u dat hebt. Ik heb dat in ieder geval wel, dat ik daar dan tegenop zie, dat ik dat spannend vind. Dan kan ik u echt adviseren om die gesprekken te beginnen met gebed. Eventueel met die persoon of anders, als dat niet kan, zonder die persoon. Dat het niet uw eigen woorden zijn die u spreekt, maar dat het de woorden zijn van de Heilige Geest die door u kan spreken. En ja, laatste bemoediging, het is niet van u afhankelijk, maar u kunt zaaien en God die doet dingen groeien.
Ik had laatst ook een gesprek met een mevrouw. En die zei van ja, en ik praat al jaren tegen mijn dominee. En die preekt nooit over Israël. En ik zei van laat het nou los. Je hebt het zaadje gezaaid. Het is goed zo. En toen kwam ze 2 weken daarna van ja, de dominee heeft gepreekt over Israël. Dus dat was heel erg leuk. Goed. Ik laat deze zien. Ik laat deze ook gewoon staan. Deze sheet. Het is een overzichtje van bronnen die ik zelf wel erg interessant vind in het verdiepen op bepaalde thema's. En die eerste, overtuigend debatteren, heeft dus eigenlijk verder niks met Israël te maken. Maar hij is wel heel interessant om al die technieken te zien, zeg maar, die in debatten of in gesprekken worden gebruikt om de anderen te overtroeven. Ik vond, hij is ook heel leuk geschreven. Het is echt een leuk boek. En heel praktisch, met allemaal voorbeeldjes erbij. Dus als u zegt van nou, ik wil daar gewoon graag beter in worden en ik wil dat beter kunnen analyseren hoe gesprekken gaan, dan kunt u dat boek eventueel kopen of lenen van iemand. En als u dan, dat is wel leuk, als u dan naar zo'n debat kijkt op televisie, dan zegt u echt bij elke zin van oh, dat is er zo eentje, oh, dat is er zo eentje. Dus dat is wel erg leuk. Dan die volgende aantal boeken, dus de Palestijnen, waarom Israël, Israël en staat er discussie, 150 Palestijnse fabels, Israel on Trial. Dat zijn echt een beetje achtergrondartikelen. Dus bijvoorbeeld Israel on Trial, dat is een Engels boek. Maar die wil ik echt bij deze keihard aan u aanbevelen als u wel eens discussies hebt over Israël en internationaal recht. Die is hier ook beschikbaar in de winkel. Het is echt een dikke pil. Het is niet een romannetje of zo, dus u leest het niet zomaar door. Maar het is echt een ontzettend goed naslagwerk om meer te weten over het internationaal recht. En dan ja, kranten, websites, een beetje op de hoogte blijven, dat soort dingen. Dit was een beetje mijn praatje, Jaap. Dankjewel, Sarah.